Wat een vliegende start had moeten zijn van een turboformatie is uitgelopen op een gênante vertoning waardoor twee nieuwe verkenners vanaf vooraf aan moeten beginnen. Door ongekende slordigheid van D66er Ollongren staan de verhoudingen in politiek Den Haag op scherp. En Siep, hoe groot denk jij dat die impact uiteindelijk van het inmiddels beruchte briefje van Ollongren gaat zijn? Nou, dat zal wel een tijdje nawegen. Maar als we nou even nagaan dat we 4 jaar geleden een formatie hadden die 7 maanden duurde en deze verkenning nog geen week. Dan kan dat vertraging oplopen. Maar ik zou het ook niet het effect meteen echt giga willen noemen. Het is niet, ik bedoel, je moet het wel in de context plaatsen. Misschien niet giga op hoe lang het duurt, maar wel voor het vertrouwen van mensen in hoe dit gaat daar? Ja, even aangenomen dat het vertrouwen daarvoor heel groot was. Dat weet je ook niet helemaal zeker. Maar zal het nu beter op zijn geworden? Nee, zeker niet natuurlijk. Maar goed, je kunt je ook afvragen. Kijk, Hoekstra die was er echt zeker voor zijn doen extreem snel bij gisterochtend om op sociale media te laten weten hoe bizar hij dit vond. Die gretigheid, zal ik maar zeggen. Er valt voor hem ook iets te verzilveren, zou je kunnen zeggen. Dus van de kant van de VVD en D66 moet er iets goed gemaakt worden. En dat vindt een onderhandelende partij tegen partij niet altijd slecht. Gaat het uitbuiten? Nou ja, dat ligt in de reden. Daar staat tegenover dat de CDA dan natuurlijk wel, laten we zeggen, de stabiele partner moet zijn, waar kennelijk door VVD en D66 aan getwijfeld wordt. Wie heeft dit opgeschreven, denk jij? Wat zit hierachter? Nou ja, kijk, als er iedereen aflopen die het ontkent, dan blijven er maar een paar over. Dat zijn de verkenners zelf of hun assistenten, zou ik zeggen. Dus als niemand liegt in dit gezelschap, dan is het de ambtelijke ondersteuning of de verkenners zelf. De ambtelijke ondersteuning, dat weet niet iedereen, maar bij de formatie worden altijd een paar personeelsleden, stafleden, hoge ambtenaren wel, van het ministerie van Algemene Zaken, dus ambtenaren van Rutte, zeg ik met een kleine smile, ambtenaren van Rutte worden toegevoegd aan de formatie, aan de verkenners. En de kans dat Jorritsma en Ollongren dit zelf hebben getikt, dit lijstje, is niet erg groot. Dus de kans is groot dat het van die ambtenaren komt. Ja, dan komt het dus. Maar weten die er ambtenaren wel van? Want anders krijg je een beetje à la wat je bij de Crown ziet, dat de laag eronder dingen doet waarvan de. Zij loopt zelf met dat briefje. Het gaat niet om mensen die net van school komen. Het gaat over serieus hoge ambtenaren. De kans dat ze daar, dat ze op eigen initiatief brandbaar materiaal als omzicht erin gezet hebben, acht ik niet groot. Maar dat ze erover meegepraat hebben, is wel denkbaar. Ja, toch even over omzicht, want die daarvan stond natuurlijk functie elders. Ja, wat dat precies inhoudt, dat weet je niet. Maar het lijkt erop alsof ze dan, of als er iemand is die van hem af wil. En als we horen dat er dan hoge ambtenaren zijn die daar mogelijk achter zitten, wat denkt u dan? Nou, ik snap wel dat mensen het niet prettig vinden als omzicht in die kamer zit. Omdat we weten dat hij in staat is om de juiste vragen te blijven stellen. Dus hij stelt niet alleen de juiste vragen, maar gaat er ook nog mee door. Ja. Totdat hij een antwoord heeft. En dat vinden een aantal niet prettig. Maar wie dan? En dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat mensen dat je als minister denkt, nou, dat is lastig als die erbij zit. Maar zo mag het toch niet werken? Nee, dat is juist het hele erge. En zeker als een verkenner dat doet. Ja. Want de verkenner die moet in opdracht van de Kamer kijken welke partijen op basis van inhoud samen kunnen werken. Ja, weet en als je dan op een briefje begint met, nou, die persoon van die partij die moet dat maar gaan doen, die persoon van die partij moet maar weg. Ja, dat is toch geen start. Weet jij wie erachter zou kunnen zitten? Nou, kijk, overigens heb ik niet gezegd dat die ambtenaren het gedaan hebben. Nee, ik zei mogelijk. Alleen mogelijk, afstrepen. Ja. Kijk, dat Omtzigt niet populair is in de Trevenzaal en omgeving. Ja. Dus de wereld waar Ollongren dan zelf ook werkt, en laten we dat niet vergeten. En wat trouwens Hoekstra werkt en waar Rutte werkt. Dat is natuurlijk uit het toeslagenschandaal wel gebleken. En zelfs collega-ministers misschien van de CDA lelijk spraken over Omtzigt en zijn actie versus het toeslagenschandaal. Het is ook publiek geheim, denk ik, dat Mark Rutte Omtzigt, laten we zeggen, als een risico beschouwt. En dus als voor een controlfreak die hij is, een onaangenaam fenomeen. Lijkt het zo van. Maar je benoemt hier ook CDA-ministers, dus dan zou het ook uit eigen gelederen kunnen komen. Dat zou denkbaar kunnen zijn, maar die spelen nu behalve Hoekstra geen rol in de formatie direct. Nee. Wat ik net schetste was dat wat uit de toeslagen affaire gebleken is. Ja, dat heb ik ook wel. Kijk, ik heb die toestand gehad rondom die steun aan Syrische rebellen. Nou, dat vond Rutte ook helemaal niet leuk. Hij heeft ook zijn best gedaan dat ik die vraag dat ik zou stoppen. Ook minister Blok heeft me toen eens in de Ridderzaal aangesproken tijdens Prinsjesdag van Helft, nou stop eens met die vragen stellen. Dus dat daar gesproken wordt over Kamerleden die vragen stellen, ja absoluut waar. Maar, en siamo tutti peccatori, hè, zegt de Italiaan. We zijn allemaal zondaars, we zijn allemaal mensen. Dus dat er een keer wat uitvliegt, dat snap ik best wel. Hè. Maar dat je in stukken gaat opschrijven
geven in een verkennende stukken van hey, die moet weg en die moet die functie krijgen, vind ik echt te ver gaan. Ja. Nu is het vandaag aan nieuwe verkenners om het vertrouwen te gaan herstellen. Hoe moeten ze dat doen wat jou betreft? Nou ja, wat moet gebeuren is natuurlijk het vertrouwen tussen de partijen onderling herstellen, maar die komen er met een gekonkel wel uit, denk ik. Ik vind dat het vertrouwen naar het publiek veel belangrijker is, want wat je hier zegt, daar valt je mond van open. We vinden het vervelend als Kamerleden lastige vragen stellen. Ja. Dat vind je alleen lastig als je iets te verbergen hebt. En wat er nu gebeurt met Omzicht, het publiek, ja, helaas is het niet zo groot en zo intensief dat het gevolgen zal hebben, vrees ik. Maar in feite heeft het wel. Voor de politieke partijen die er nu zitten, want die gaan gewoon rustig door. Daar ben ik van overtuigd dat die er dat die gewoon komen. In plaats van dat die misschien zeggen, we doen een stapje terug in de formatie, Uber. Ja, maar die komen. Zou dat denkbaar zijn, dat VVD en D66? Wat hou je over dan? Het is allemaal denkbaar, maar dat geloof ik niks van. Nee, die gaan gewoon door. Ik denk dat je gelijk hebt. De formatie, ik denk dat het de nacht van de verkiezingen al gaandeweg duidelijk was dat de voorbestemde coalitie bestaat uit VVD, D66, CDA, met waarschijnlijk PvdA, zou ik zeggen.